Goedemiddag, beste trawanten. Welkom bij dit tweede college van Offshore Wind Farm Design, waarbij we dus gaan kijken naar de constructie van ons windmolenpark. In het vorige college, dat was college 5, hebben wij gekeken naar de structure design en loodcalculations met betrekking tot de toren en de monopaal. Vandaag gaan wij voortborduren op deze theorie en gaan we juist kijken naar de berekening van de jacket, onze vakwerkconstructie. En welke methode we dus kunnen gebruiken om dat op te gaan lossen. Goed, waar gaan we het dan over hebben vandaag? We gaan het hebben over de jacket en de paals, dus de onderdelen van deze jacket. En hoe gaan we het dan precies bespreken? Dat gaan we bespreken ten eerste met betrekking tot de berekening van de belastingen. En daarnaast gaan we het hebben hoe we dit dus kunnen opdelen per verschillende loadcase, om zo de nieuwe geometrie van ons product te kunnen bepalen. En we wisten, hebben we een schatting gemaakt van de geometrie, en nu daarna gaan wij een exactere benadering maken van de geometrie, doordat we nu gaan kijken naar de spanningen en dergelijke. Ja? Oké, maar voor deze berekeningen heb je een lijstje input data nodig. Want wij hebben al een groot deel van de berekeningen die wij vandaag hebben uitgevoerd, die hebben wij al gedaan in het vorige college. Want of jij nu gebruik maakt van een monopaal of van een jacket, het interesseert die toren van die turbine natuurlijk niks. En die RNA interesseert het ook niks. Die wordt gewoon op die ondersteuningsconstructie gezet. Dus we kunnen vanuit daar door. En we hebben daardoor wel onze basisinformatie nodig. En dat is het volgende. De torendata, dat is de geometrie en het gewicht en dergelijke. Het wireframe van de jacket, dat is iets wat we in les 2 hebben uitgewerkt. Daarmee wil ik ook nog even de tip geven om het opnieuw te downloaden van Netschool, want er zat een bug in en die heb ik er nu uitgehaald. In het oorspronkelijke model was de breedte van de bovenkant van de jacket verschrikkelijk groot. En dat was omdat ik ergens een minnetje was vergeten, dat is dus nu aangepast. Nou, oké. Dat wireframe van die jacket gaan we dus mee aan de slag. Dat gaan we nu een geometrie aanhangen. En daarnaast gaan wij de weersdata weer gebruiken. En dit heeft natuurlijk betrekking op die water particle speed plot die je hebt gekregen van je Python model. Nou, ook zijn de load cases natuurlijk weer van belang. Want wij rekenen die hele constructie door voor 3 verschillende load cases. Nou, wat hebben we daarna nog meer? De design elevations. Nou, lijkt me een schot voor open doel. De hoogtes zijn belangrijk voor het opstellen van je geometrie. Geometrieschattingen, daaruit komt natuurlijk het eerste gewicht van de jacket en de wind en de golf. En daar heb ik het al even over gehad. Goed, wat zijn dan ook weer die load cases waar we het over hebben? Ik heb ze hier weer even gepakt. Dat zijn de volgende 3. Ik ga er hier niet zo diep op in, want jullie hebben dit allemaal al gezien. Wat even belangrijk is, is dat wij deze belastingen hebben. Voor iedere load case verschilt die. Dit is voor een jacket en een monopaal precies hetzelfde, dus we kunnen eigenlijk onze berekeningen hier beginnen. Op het punt waar dus de bodembelasting voor iedere load case is bekend. En dan kunnen we vervolgens de vorm van de jacket gaan bepalen als los onderdeel dat aan de bovenkant is belast door de superstructure. En dat resulteert dus in totaal in 9 waarden die dienen als input voor de vergelijking. Dus we gooien die hele toren en die RNA die gooien we weg en we vervangen het voor deze waarde. En daar gaan we mee rekenen. Oké, maar die monopaal, die was natuurlijk symmetrisch in alle richtingen. Maakt niet uit vanaf welke kant je zo'n paal bekijkt, hij is altijd hetzelfde. Bij een jacket is dat natuurlijk niet het geval, het is een vakwerk. Dus, wat moeten we gaan doen? We moeten ten eerste gaan kijken van oké, die monopaal die kan je simpelweg beschouwen als een tweedimensionaal object. Maar die jacket, dat is een driedimensionaal object. Dus die moet je van een driedimensionaal naar een tweedimensionaal object gaan maken. En daarnaast moet je ook nog gaan kijken van die jacket die heeft niet dezelfde vorm ten opzichte van een bepaalde belastingsrichting. Omdat die natuurlijk niet symmetrisch is. Dus dat moeten we ook eerst gaan onderzoeken. Dit is er dus aan de hand. We hebben hier onze jacket. En dit is even het bovenaanzicht vanaf deze richting. En dan maak je hier een doorsnede. En dan zie je dat er eigenlijk 2 hoofdscenario's zijn waarvoor die jacket kan worden belast. Die je voor een andere soort spanning zorgt. Dat is de 0 graden instroomhoek en de 45 graden instroomhoek. En die komt overeen met die hoeken zoals ze hier in die afbeeldingen zijn weergegeven.
Nou, en als je nou die twee verschillende belastingscenario's met elkaar gaat vergelijken. En die kan je natuurlijk ook in een eindige elementenpakket gaan stoppen. En dat heb ik gedaan. Ik zie hier aan de linkerkant, voor dezelfde omgevingscondities is dit, hè. Aan de linkerkant heb ik de 0 graden inflowhoek. En aan de rechterkant heb ik de 45 graden inflowhoek. Dus voor de twee dezelfde load cases. En wat zien we hier dan in dit FEM-plaatje? We zien hier dat bij die 0 graden inflowhoek hebben wij aan de voorkant hebben wij te maken met trek in de constructie. Met een bepaalde grootheid 0,887 maal 10 tot de 8e. En aan de achterkant van de constructie hebben we te maken met druk. En dat is symmetrisch aan allebei de beide kanten. En daar hebben we dus aan de achterkant hebben we te maken met een druk van minus 1,77 maal 10 tot de 9e. En ik geloof dat dit een megapascal is, maar ENSI's werkt niet in eenheden. Oké, en als we nu naar de rechterkant gaan kijken, dan valt het ten eerste het volgende op. Die belasting is compleet anders, totaal anders. En dat heeft natuurlijk te maken dat de belasting nu van een andere locatie komt. En het resulteert erin dat alleen die ene voorpoot, dus deze poot, die wordt alleen maar op druk belast en op trek belast en deze wordt op druk belast. Ik zei het verkeerd om, sorry. En wat zie je hier? Hier aan de voorkant hebben we dus één poot die zwaar wordt belast. Hier met een hoogte van 1,44 maal 10 tot de 9e. Of 0,144 maal 10 tot de 9e. Dat is al een stuk groter als dit. En aan de achterkant heb je dus druk. En daar vindt precies hetzelfde plaats. Hele grote drukkracht. En ook is dit getal veel groter dan dit getal. Dus blijkbaar heb je een compleet andere spanningsverdeling door als gevolg van een andere belasting op de geometrie. Wat natuurlijk eigenlijk zeer logisch klinkt. Nou, en wij moeten dus nu gaan onderzoeken hoe we dit kunnen doen, maar dan in een simpelere tweedimensionale vorm. Want dit uitrekenen, dat is flink lastig zonder behulp van eindige elementen. Maar toch kunnen wij het met handberekening redelijk goed evenaren. Nou, en wat is nu belangrijk om te zien in deze constructie? We zien dat die 0 graden inflow heeft deze waarde als maximum en die 45 graden inflow heeft dit als maximum. En we zien dus dat als jij twee systemen analyseert met dezelfde type externe belasting, dat is die 45 graden inflow, die heeft dus een veel hogere belasting. En dat heeft ermee te maken dat in dit onderdeel wordt die spanning verdeeld over twee poten van het moment in de constructie. En bij dit onderdeel wordt de spanning als gevolg van het moment in de constructie maar verdeeld over twee benen. En daardoor is die spanning natuurlijk veel hoger. En dat zie je hier ook precies terugkomen in het plaatje. Nou, deze is dus niet meer zo relevant. Waarom dat dan precies optreedt, dat heeft dus te maken met de spanningsverdeling. En nu gaan wij eens eventjes kijken hoe wij dat kunnen gaan bepalen in twee dimensies. We hebben dus die twee verschillende constructies die we gaan analyseren en die hebben allebei precies dezelfde vorm. En vervolgens zien wij dat deze constructie wordt als gevolg van de toren en de RNA door een bepaald moment belast. Alleen doordat de configuratie anders is, is de neutrale lijn waarover dat moment werkt, is anders. Voor de 0 graden hoek loopt die zo en voor de 45 graden hoek loopt die zo. En als jij dan dat moment wil gaan opdelen in een trek- en drukkracht, om zo vervolgens de trek- of drukkracht in je benen te gaan bepalen, dan zie je dat natuurlijk er geen trek- en drukkracht in die twee middelste benen terecht gaan komen. Omdat daar de arm nul is ten opzichte van je moment. En daardoor wordt dus dat hele moment in deze situatie opgenomen door die twee buitenste benen, terwijl in die andere situatie die alle vier die buitenste benen meetellen. En daaruit kunnen wij ook zeggen dat hoogstwaarschijnlijk is ook dit de zwaarst belaste constructie. Het is niet per definitie zo, maar het komt wel heel erg vaak voor. Nou, oké. En hoe kunnen we dat dan in een wiskundig model schrijven? We gaan als volgt gaan we het model opsplitsen in twee dimensies. We gaan het van de zijkant bekijken. We hebben de 0 graden inflowhoek en de 45 graden inflowhoek. En we gaan het moment gaan wij verdelen over de breedte van de jacket. En we zien dat wij als we dat moment delen door de arm, weer hier op een kracht terechtkomen en hier op een kracht terechtkomen. En we krijgen bij die 45 graden, zien we dat die afstand tussen die twee uiterste benen groter is. Dus dat zorgt ervoor dat die spanning lager is.
Maar je hebt nu maar één been in plaats van twee benen voor ene kant. Dus daardoor is de spanning weer hoger. Nou, oké. Okay. We hebben dus nu bepaald dat die 45 graden instroomhoek van onze belasting voor de maximale spanning in onze constructie zorgt. In de grootste aantallen van het geval. Maar nu moeten we dus ook die belasting in die constructie gaan berekenen. En dan denk je van, ja, oké, okay, zo'n monopaal, dat was natuurlijk redelijk eenvoudig. Dat is gewoon een ingeklemde buis met een belasting erop. Easy peasy. Maar die jacket, verdorie. Er zitten allemaal knooppunten in en allemaal staven ertussen. En hoe bereken je daarvan dan de belasting van het water dat overal die staven loopt? Moet je dan al de individuele Morrison-loods van iedere staaf gaan bepalen? Nou, dat zou je kunnen doen. Maar wij ingenieurs zijn natuurlijk aardslui. Dus we gaan op zoek naar een methode hoe we dat kunnen versimpelen. En dat doen we dus door aan te nemen dat de jacket eigenlijk een equivalente monopaal is. En hoe vinden we dan die equivalente diameter van die monopaal? Die vinden wij door de diameter van die elementen bij elkaar op te tellen met behulp van deze som. Dus bijvoorbeeld de equivalente diameter voor drag, die vinden wij door de som van de diameters van de individuele onderdelen per B. En hier in dit tabelletje zie je dan wat de equivalente geometrie daarvan is. Voor ons in dit model wordt dit voor jullie voorberekend met behulp van Python. Dat is de output van les 2 die jullie kunnen gaan gebruiken. En mocht je dit verder willen uitzoeken, wat ik wel aanraad om dat op zijn minst te kopiëren voor 1b, dan zou ik je willen vragen om dit plaatje eens wat nader te onderzoeken en te kijken hoe je nou precies deze data kan gebruiken voor deze somvergelijking. En dat heeft dus te maken met de configuratie van een bepaald element ten opzichte van de richting van de stroom. Dus even een klein voorbeeldje. Je hebt natuurlijk, als je het van boven bekijkt, heb je zo'n aantal elementen in de richting van de stroom. Maar je hebt natuurlijk ook, heb je zo'n element in de richting van de stroom. En daarnaast heb je ook zo'n element ten opzichte van de richting van de stroom. En die ligging van die elementen ten opzichte van die stroom, die heeft natuurlijk allemaal een ander effect voor de weerstand. Nou, dat wordt meegenomen naar dit plaatje en daardoor wil ik je aanmoedigen dat zelf eens te onderzoeken. Maar voor het model dat wij nu gaan berekenen, komt dit gewoon als output van ons 2D-model. Goed, wat kan je dan doen? Dan kan je dus iedere individuele B van de jacket kan je beschrijven alsof het een equivalente diameter heeft. En als je dit gaat uitvoeren voor zowel de 0 graden inflowhoek als de 45 graden inflowhoek, dan zie je dat je voor ieder onderwerp een bepaalde diameter krijgt. En wederom heeft die 45 graden inflowhoek weer de grootste diameter. Dus die wordt ook het hoogst blootgesteld aan die Morrison-belasting van die golven. Dus dat geeft weer aan dat die 45 graden instroomhoek De configuratie is die jij moet gaan berekenen. Want als die 45 graden het houdt, dan houdt die van 0 graden het natuurlijk ook. En dat levert je weer een hoop extra vrije tijd op, want dan hoef je die andere niet uit te rekenen. Nou, oké. Okay. En voor het berekenen hiervan adviseer ik jullie dus om naar Python te gaan kijken. Als jij die informatie van les 2 opent, dan staat er een hele hoop data in. En onder die data staat ook equivalent diameter voor drag calculation en equivalent diameter voor inertia load calculation voor de Morrison equation. En die kan je dus gebruiken voor het schatten van je Morrison belasting voor die equivalente paal. Hier is een voorbeeld van de output die je kan krijgen. En je hebt bijvoorbeeld voor de eerste B zie jij dat je de volgende informatie hebt. Dit is dus voor de equivalent drag voor de 0 graden inflow. Equivalent drag voor de 45 graden inflow en je ziet die van de 45 graden hoek is altijd hoger. En zo is het ook voor de inertia. Dit is voor de inertia. Dus we kunnen mooi die 0 graden instroomhoek verwaarlozen. En daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg blij mee, want dat levert minder werk op. Goed, nu hebben wij dus die equivalente diameters hebben wij aangepast.
En wij kunnen nu die equivalente diameters gaan gebruiken om onze Morrison equation in te vullen en wederom weer te gaan integreren. En nu komt er een hoop wiskunde bij te pas. Dus start your engines en we gaan eens kijken hoe wij dit zo duidelijk mogelijk kunnen berekenen. Wat moeten wij hier precies doen? We beginnen natuurlijk met het verzamelen van de loads. Dat is al wat we hier aan het begin hadden gedaan. Je hebt de torenbelasting en de RNA-belasting voor de drie verschillende loadcases. Nou, oké. Daarna gaan we de equivalente diameters gaan verzamelen. Die hebben wij ook al bepaald. En vervolgens pakken wij de plot van onze particle speed erbij en acceleratie. En dit gaan wij combineren tot de belasting op ons systeem. Wat ik nog eventjes daaraan wil toevoegen. Ik heb een hoop vragen van jullie gehad dat er iets misging bij het integreren van de belasting over de monopaal en over de toren. En daarbij wil ik jullie één handige tip geven. Als jij gaat integreren over een bepaald bereik, zorg wel dat je over een equivalent bereik integreert. En daarmee bedoel ik het volgende. Als jij dus in die particle acceleration plot ziet, dat die formules voor het verloop van die watersnelheid bijvoorbeeld, die lopen van 0 tot min jouw waterdiepte. Ja, dus van het maximale golfniveau tot jouw waterdiepte. Dat is bijvoorbeeld voor een voorbeeld dat ik heb uitgerekend van 0 tot min 60. Als jij vervolgens gaat integreren in de Morrison equation, dan moet jij natuurlijk ook dat hele bereik integreren over datzelfde bereik van 0 tot min 40. Want anders heb jij een ene formule die dat die snelheid van die deeltjes beschrijft over een verloop van 0 tot min 40. En je gaat er vervolgens integreren van plus 10 tot min 15. Dat werkt niet. Je moet overal dezelfde grenzen nemen. Dat is een van de basisprincipes van integreren. Dus let daar heel erg goed mee op. Je moet de verschillende assenstelsels van de verschillende systemen die je hebt over elkaar heen leggen. En de oorsprongen van die verschillende systemen moeten op elkaar gepositioneerd zijn. Goed, oké. Nu hebben wij dus al deze data verzameld. Dan zijn we hier. En dan gaan wij aan de slag met een engineering model. We gaan aannemen dat onze balken staven zijn. En daarna gaan we aannemen dat onze vaste verbinding, onze starre verbindingen, dus onze gelaste verbindingen, die zijn scharnieren in ons model. Of dat mag ja of nee, dat ga ik hierna even bespreken. Vervolgens gaan wij onze welbekende NVM-lijnen tekenen voor de uitwendige belasting op de constructie. En daarna gaan wij die uitwendige belasting omzetten naar inwendige belasting, om zo met behulp van de knooppuntsmethode de belasting in de legs en de braces te kunnen berekenen. En als je die belastingen hebt, dan heb je natuurlijk trek- of drukkrachten, haal je over. En dan kan je door middel van sigma is F door A, kan jij berekenen wat de benodigde wanddikte is als gevolg van een bepaalde belasting en de vloeigrens van je materiaal. Dan heb je die spanningen. En dan bepaal je daarmee die wanddiktes. En dan ben je klaar. En dan kan je vervolgens je gewichtreductie kan je gaan berekenen. Oké. De eerste stap. Wat gaan we doen? We hebben die informatie verzameld. En we hebben de torenloads en we hebben de jacketloads per B. Gaan wij berekenen. Dat doen we door de Morrisonloads en natuurlijk door het gewicht te berekenen per B. En het gewicht per B is ook een output van het model dat je mee kan nemen. Dit proces wat we nu gaan toepassen voor die belasting op een B, dat komt exact overeen met hetgene wat je hebt gedaan bij een monopaal. Want we hebben nu aangenomen dat de jacket een equivalente monopaal is met een bepaalde diameter. Nou, die Morrison-belasting die vinden we dan natuurlijk weer door te integreren over de hoogte. En als we vervolgens die vergelijking gaan integreren. Dus hier staat f zonder z, dit is een getal. En hier staat fz, dat is een vergelijking die we gaan integreren. Dan krijgen wij de momentbelasting van die specifieke b. En natuurlijk kan je dat ook doen met het gewicht van die b. En zo ga je dus voor iedere b de golfbelasting berekenen. Dus je krijgt daarna een lijstje van bijvoorbeeld voor hetgeen wat erboven gebeurt, krijg je 9 waarden en daarna krijg je dus de belasting van deze B, je krijgt de belasting van deze B en je krijgt de belasting voor de onderste B voor jouw systeem. Dan heb je de uitwendige belasting heb je bepaald. En nu gaan we kijken hoe we dit kunnen toepassen op ons oorspronkelijke model.
Dus, we pakken die uitwendige belasting. En we gaan eens even kijken, hoe kunnen we dit gaan toepassen op ons model? En daarvoor moeten we ons ingenieursmodel aanpassen, ons engineeringmodel. En we gaan een aantal stappen gaan we uitvoeren. We gaan van het werkelijke wereldmodel naar het ingenieursmodel. En dat is dus, we gaan een complex systeem versimpelen naar een simpel systeem. En dit is iets wat jullie al heel vaak hebben gedaan. Wat doen we? We gaan ten eerste gaan we aannemen dat alle balken die aan elkaar verbonden worden en aan elkaar zijn vastgelast, we nemen aan alsof het staven zijn. En het verschil tussen de definitie van een balk en een staaf is dat een balk die kan zowel als axiaal als transversaal worden belast, dus langs zijn richting en dwars op zijn richting. En doordat dat element dwars op zijn richting kan worden belast, is het ook in staat om een moment op te nemen. Daardoor heb jij dus voor zo'n balk te maken met drie vrijheidsgraden. Of drie waarden waarvoor je hem moet uitrekenen. Een normaalkracht, een dwarskracht en een moment. Dat is extreem complex. Wij gaan binnen onze vergelijking gaan we aannemen dat die balken worden omgezet naar staven. En een staaf kan alleen worden belast op trek en druk. En dan hoef je dus ieder element maar te berekenen voor één waarde. En dat is natuurlijk drie keer zo makkelijk. En daar houden wij van. Daarnaast zijn al die staven aan elkaar verbonden door middel van vaste verbindingen, rigid connections. En dan krijg je dus een rigid connection die kan weer drie spanningen doorgeven, drie belastingen. Een horizontale kracht, een verticale kracht en een moment in een 2D-systeem. In een 3D-systeem zijn het er nog meer. Maakt het ontiegelijk complex. Wat gaan wij doen? We gaan aannemen alsof die gelaste verbindingen eigenlijk een scharnier is. En een scharnier die kan geen moment doorgeven. En dan kan je natuurlijk claimen van, ja, maar meneer, dat is verschrikkelijk onnauwkeurig toch? Je gaat eigenlijk aannemen alsof de werkelijkheid veel simpel is. Veel simpeler is. Ja, dat is inderdaad waar. Maar er is uitvoerig getest door verzekeringsinstanties en dergelijke, zoals Lloyds en de DNV. En ze zijn erachter gekomen dat dat maar een onnauwkeurigheid in je model op laat treden van 10%. Ik heb het zelf ook eens een keertje uitgevoerd en het klopt. Je hebt maar 10% onnauwkeurigheid in je model per B. Dus de bovenste B 10% onnauwkeurigheid, de B daaronder 20% onnauwkeurigheid, enzovoort, enzovoort. Maar dan blijf je toch wel redelijk nauwkeurig, want je maakt ook gebruik van een hele hoop veiligheidsfactoren. Maar de standaarden stellen wel, als jij zo'n berekening gaat doen en je gaat die versimpeling toepassen, dan moet jij daarna nog wel je ontwerp gaan controleren op FEM, of met FEM. En dat doen we natuurlijk allemaal. Niet in dit project, maar straks als je aan het werk bent, dan doe je dat natuurlijk wel. Ga je eerst een handberekening maken. Daarmee maak je een versimpelde berekening van het model. Vervolgens ga je dat in FEM maken en dan ga je de antwoorden met elkaar vergelijken. En dan ga je kijken van, nou oké, klopt dit? Komt het overeen? Zo ja, chill, koffie. Zo nee, fuck, moet overwerken. Ja? En het is dus veel makkelijker om te berekenen. En daar zijn we blij van. Goed. We hebben dus nu het volgende aangenomen. Ik heb hier het voorbeeld van het tweedimensionale systeem met een 0 graden instroomhoek beschreven. En we gaan dus die rigid connections en die beams gaan we vervangen voor staves en scharnieren. En dat maakt het een stuk simpeler. Dit model kan je alleen maar oplossen met eindige elementen. Of met een professor aan de universiteit of zo. Of met meneer De Lange. Niet met mij. Dit kan je wel met mij oplossen. En dit gaan we doen met het model van meneer Vughts. Dat ooit is voorgesteld op de TU Delft. Dat heet de cross-section method. En die gaan wij jullie nu uitleggen. En dat is een veel gebruikte methode voor het berekenen van jackets in de offshore. En je zou het zelfs ook nog voor een kraan kunnen gaan toepassen. Oké. Er is nog iets anders aan de hand. Een staaf kan natuurlijk alleen maar axiaal worden belast. En natuurlijk is die belasting van die golven, die is over het hele verlengde van die staaf. Maar die staaf die kan alleen maar belasting nemen in zijn eigen richting. Dus we moeten ook die belasting nog gaan omschrijven. En hoe doen we dat? We gaan dus die uitwendige belasting van die golven, die gaan wij opsplitsen en die gaan wij verdelen over de knooppunten in onze constructie. Want op dat scharnier kan jij wel een belasting extern toepassen. Geen moment,
Want het is een knooppunt en een knoop kan geen moment opnemen, maar wel een kracht in horizontale richting en in verticale richting. En als je 3D werkt, in transversale richting. En dat is natuurlijk weer een extra versimpeling die we gaan toevoegen. Maar dat maakt voor het model niet zoveel uit. En hoe dat komt, dat ga ik nu laten zien. Ja, daar is de oplossing. Supergoed. Oké, we hebben dit. We hadden al die uitwendige belasting van die equivalente monopaal hadden wij berekend. Die gaan we straks onder elkaar zetten. En vervolgens gaan we die belasting verdelen over de knooppunten waar onze verbindingen zijn bevestigd. We gaan een van die B's onderzoeken en we gaan kijken hoe we dat moeten doen. En als je dat voor één zo'n B weet, zoals bijvoorbeeld deze, dan kan je dat natuurlijk kopiëren voor alle andere B's. Want ze zijn gewoon precies hetzelfde trucje. Oké. We pakken die belasting en we gaan eens kijken hoe we dat moment kunnen verdelen over die knooppunten. Wat weten wij? We weten voor die specifieke B, weten wij het moment dat hierop optreedt. Vervolgens weten wij ook wat de axiale belasting is. Want die axiale belasting geïntegreerd was het moment. En daarna weten we ook de hoogte van die B, want die is bekend uit ons draadmodel. Wat we nu kunnen gaan doen is, we weten dat de volgende formule geldt. Het moment is gelijk aan een kracht maal een arm. Dus wat weten we? Het moment dat op deze individuele B staat, is gelijk aan de hoogte van de B maal een bepaalde kracht hier bovenop. Dus op deze manier kunnen wij de kracht dat op de bovenkant moet werken vinden door het moment te delen door het hoogte van de B. Dan heb je een bepaalde kracht aan de bovenkant, die dus zorgt voor het moment hier onderaan. Maar we hebben nu nog niet de kracht hier onderaan berekend. Maar wat weten we? We weten natuurlijk dat de som van de axiale belasting op die B, die is te vinden door wat hierboven gebeurt, die belasting, op te tellen bij wat hieronder gebeurt. Dat wat hierboven gebeurt, dat heb ik zojuist uitgerekend. Dat wat er over die hele B werkt, dat heb ik eerder uitgerekend. Dat is de totale belasting op de B. Dat is deze. Dus wat is die belasting die hieronder optreedt? Dat is gewoon de totale belasting die erop staat, minus wat erboven staat. En dan heb je de belasting wat hieronder staat. Som van de kracht in x-richting is 0. Zo doen we het al 4 jaar, als het goed is. En dan weet je dus hoe jij de uitwendige momenten en axiale belasting kan opdelen in belastingen op de bovendoorsnede en de onderdoorsnede. En daarom heet het de snedenmethode, want we gaan de belastingen verdelen over snedes. Oké. En wat krijg je dan voor iedere individuele B? Je krijgt een verdeling van de belasting bovenaan en onderaan. Bovenaan vinden wij de belasting aan de top door het moment op die B te delen door de hoogte, over de hoogte van die B. Het eigen gewicht, dat werkt nog niet op de bovenkant. Want we nemen aan dat het effect van het eigen gewicht zeer klein is ten opzichte van het totale eigen gewicht van de constructie. En dat is natuurlijk ook logisch. Het gewicht van één B is heel weinig ten opzichte van het gewicht van dat hele ding. En we nemen voor de onderkant, het moment nemen we nog aan dat dat 0 is bij de bovenkant van deze individuele B. Dus er is wel een ander moment, maar dat is van de toren. Dat nemen we nu nog niet mee. En vervolgens is wat er beneden gebeurt, is die kracht beneden vinden wij door die belasting die we eerder hebben uitgerekend met die equivalente monopaal, minus die belasting van de bovenkant die hier staat, en dat is de belasting aan de onderkant. Daarnaast hebben we ook nog de verticale belasting als gevolg van het eigen gewicht, en die vinden we natuurlijk door het volume van die B te vermenigvuldigen met de dichtheid van staal. En daarna hebben wij het moment onderaan die B, en die vinden wij simpelweg door dat moment te pakken en hier onderaan te plaatsen. En dit ga je uitvoeren voor alle vier de B's. Het is een hoop werk, maar het is altijd hetzelfde werk. En daaraan is het natuurlijk verstandig om de boel te automatiseren. Daar kan die slimme slang je bij helpen. Ik heb er niks voor geschreven. Maar ik denk dat jullie nu wel in staat zijn om dat zelf te doen. Maar je kan natuurlijk ook in Excel doen of in MATLAB of whatever. Ja? Maar automatiseer dit, want dit is
telkens dezelfde stap herhalen. Voor iedere B 3 keer, want je hebt 3 load cases. Maar altijd dezelfde formule. Dus dat kan je simpelweg automatiseren. Wat is dan het resultaat van deze berekeningen? Dat is het volgende. We hebben ten eerste hier de belastingen voor 3 load cases aan de onderkant van de toren die we hebben. We hebben de belasting van een 1B, aan de bovenkant een axiale kracht, aan de onderkant een moment, een verticale kracht en weer een axiale kracht. En dat voor B1, B2 tot en met je onderste B. Vervolgens moeten we deze belasting gaan combineren om te kijken wat er hier dan precies op die snede gebeurt. Want we hebben nu bepaald wat er boven onder de snede gebeurt en wat er boven de snede gebeurt. Maar we willen weten wat er op die snede gebeurt. Dus we moeten die dingen bij elkaar gaan combineren. Zien jullie het verschil wat ik ga doen? We tellen dus hetgene wat er onder een B aan de hand is, tellen we op bij hetgene wat er aan de bovenkant van de B eronder aan de hand is. En dan weten wij wat er op die snede precies gebeurt. Want wat we eigenlijk doen in de constructie is, we hebben nu berekend wat er 1 mm boven dat knooppunt zich bevindt in de belasting en we gaan 1 mm omlaag. Nou, dan gaan er geen hele gekke dingen gebeuren. Goed. Nu hebben wij al die uitwendige belasting in onze snedes hebben we bepaald. En kunnen we dit gaan omzetten in onze NVM-lijnen. Dit zijn de NVM-lijnen voor de horizontale belasting voor een model dat ik ooit eens heb geschreven. We hebben het hier voor de 3 load cases en hier ook voor de 2 instroomhoeken. Maar voor jullie opdracht hoef je natuurlijk alleen maar naar de 45 graden instroomhoek te kijken. Nou, wat zien we? We hebben dus hier bovenaan, dit is de belasting die er onderaan de toren plaatsvindt. En vervolgens zien wij dat over het verloop van het bovenste snedestuk naar de bovenkant van het onderste snedestuk verandert de axiale kracht niet. Want we nemen aan dat die krachten alleen maar op dat snijvlak zich bevinden. Maar vervolgens kom je op dat snijvlak aan en dan heb je bijvoorbeeld deze kracht. Daarmee maken we een sprongetje. En dan gebeurt er weer niks en dan komen we hier aan. En dan maken we ook weer een sprongetje. En zo kan jij dus de dwarskrachtlijnen tekenen in dit geval. Even kijken. Ja, en wat zien we dus hier als we naar die belastingen gaan kijken? We zien dat de stippellijntjes, deze scenario's, dat zijn allemaal de maximale belastingen. Dat zie je hier ook. Groen is hier maximaal. Zo, dit is groen. En blauw is ook hier maximaal. Dus we zien ook weer dat de uitwendige belastingen voor die 45 graden hoek maximaal is. En dat bewijst ons nogmaals dat dus die 45 graden hoek altijd voor de maximale belasting zorgt. Dit krijgen we voor het moment. Het uitwendige moment verandert natuurlijk wel over de hoogte. Want je hebt kracht keer arm. Ten opzichte van hier wordt die arm steeds groter. En hoe doe je dat dan berekenen? Hier bovenaan hebben wij het moment onderaan de toren. Hier onderaan hebben wij een nieuw moment. Dus dan pakken we dit moment. En dan tellen we dit moment bij op. Dan hebben we dit punt. En vervolgens trekken we er een lijntje tussen. Dat is een schatting van de loop van het moment. En zo gaan we door en tekenen we de hele momentlijn. En natuurlijk kunnen we dit ook doen voor de kracht als gevolg van het eigen gewicht. Maar die is natuurlijk gelijk voor die hele constructie. Want het gewicht van de constructie verandert niet voor iedere loadcase. Hoop ik dan tenminste. En dan hebben we dus deze NVM-lijnen als resultaat. En daar kunnen we nu vervolgens mee gaan rekenen. En we hebben dus nu het verloop van de uitwendige belasting door de constructie. Dit is wat er bovenaan aan de hand is. Dan gaan we hier wat er net boven het knooppunt boven B2 aan de hand is. Boven het net onder dat knooppunt. En zo ga jij door je hele constructie heen en heb je dus je uitwendige belasting berekend. Nou, oké, nu heb je die NVM-lijnen. En nu weet jij dus al de locatie waar je maximale belasting aanwezig is. Dat zie je, hier onderaan is het moment maximaal, hier onderaan is de axiale kracht maximaal en hier onderaan is ook het gewicht maximaal. Logisch natuurlijk, want we zijn eigenlijk nog bezig met een soort van ingeklemde buis. Dus je weet dat die altijd bij de inklemming maximaal belast is. En wees dan ook slim als ingenieur. Ga alleen je constructie hier voor die onderkant berekenen. Want die diameter van die paals en die braces, we nemen voor nu even aan dat die diameter en die wanddikte overal gelijk is.
In de werkelijkheid wordt er nog wel eens voor gevarieerd. Dus dan moet je die hele constructie doorlopen. Maar jullie hebben straks maar, wat is het, 5 uur de tijd om dit te doen. Dus we moeten kunnen kijken waar we dus slagen kunnen maken. En dit is een van die locaties waar we dat kunnen doen. Nou, laten we eens zo'n onderdeel, zo'n locatie gaan onderzoeken wat dan daar precies de belasting is. Dus we maken op deze locatie maken wij een snede. En ik wil nu hier die snedemethode verder gaan toepassen. Dus we maken een snede in onze NVM-lijnen. En we kijken voor een specifieke loadcase wat dan daar precies de belasting is. En ik doe het hier voor blauw. Dus dat is mijn derde loadcase. Voor die snede heb ik dus eigenlijk het volgende systeem. Ik heb die doorsnede hier. Die zie je hier ook in het rode vlak. En we hebben ten opzichte van het moment het voorste been, het achterste been en de twee zijbenen. En op die snede vinden wij dus een bepaalde belasting voor iedere loadcase in horizontale richting, verticale richting en het moment. En dat komt dus overeen over deze hoogte en dit verloop en dit verloop. En nu willen wij dus weten wat de spanning is in dit onderdeel. Maar we hebben dus nog te maken met een driedimensionaal systeem. En daar houden we niet van. Twee dimensies is veel makkelijker. Dus daar gaan we wat mee doen. We gaan die krachten die er optreden, die gaan we opsplitsen. We beginnen eerst bij die axiale belasting. Die verdelen wij over die 4 knooppunten. Want we wisten dat al die belastingen aangrijpen op de knooppunten. Maar vervolgens wisten wij ook dat die belastingen in die knooppunten, als wij die willen gaan berekenen ten opzichte van de staven, wat er in de spanning is, dan moet die belasting in de richting van die staven lopen. En dat doet hij nu nog niet. Dus we moeten ze ook nog delen door wortel 2. En dan heb je dus dat deze kracht wordt opgenomen door deze staaf en deze kracht wordt opgenomen door deze staaf. Dus voor ieder individueel knooppunt is de resultante kracht die snedekracht gedeeld door 4 gedeeld door wortel 2. En die is dus over al die 4 knooppunten precies hetzelfde. Oké, het tweede component. Het eigen gewicht. Dat eigen gewicht verdelen we ook over die punten. En die gaan we vervolgens ook weer over die 4 onderdelen verdelen. En wat we nu zien is deze dwarskracht hier, deze kracht hier in de richting van de zwaartekracht, die loopt ongeveer in de richting van die benen. Dus we gaan hem hier niet verder opsplitsen. We nemen hier aan alsof die gewoon in dezelfde richting van de benen loopt. Dus die kracht in het midden, die kunnen we verdelen over de knooppunten door hem door 4 te delen. En dan gaan we door met het moment. En het moment dat werkt om een bepaalde as. En zorgt daarin voor een bepaalde trekkracht en drukkracht in die knooppunten aan het uiteinde. Dat doen we zo. We hebben dat moment. We delen het door 2, want we hebben 2 kanten. En vervolgens delen we het door wortel 2 keer de breedte van de B. Want dit is natuurlijk WB. En we zijn geïnteresseerd in deze afstand. En dat beschrijft dit stuk. Ja? En dan hebben wij dus de verdeling van het moment over de 2 uiteindelijke knooppunten. En die middelste knooppunten, deze en deze, die blauwe, die nemen dus geen enkel moment op. En dat zorgt er ook voor dat de 2 benen aan het uiteinde maximaal worden belast. Nu resulteert dit dus in de volgende belasting per knooppunt. We hebben voor rood hebben we de axiale kracht. We hebben voor grijs hebben wij het gewicht. En we hebben voor, wat is het, turquoise, hebben wij de verticale kracht als gevolg van het moment. En dat is dus een kracht, geen moment meer. Want een knooppunt kan geen momenten opnemen. Nou, nu kunnen we gaan selecteren waar dan precies de maximale belasting is. De maximale belasting is natuurlijk hier achteraan. En hoe komt dat? Nou, in het midden, daar is geen moment, dus dat is altijd lager. Aan de voorkant zien wij dat de belasting als gevolg van het moment in tegenovergestelde richting is als de belasting als gevolg van het eigen gewicht. Dus deze vector, het component daarvan, het resulterende component, is lager. En hier tellen ze bij elkaar op. Dus je weet
ook per definitie dat dus hier aan de achterkant van die constructie ten opzichte van de instroom van je belasting is dus de maximale belasting. En daar zal je dus ook je maximale spanningen vinden. En dat kan je dus ook weer tot jouw voordeel gaan gebruiken om die constructie door te rekenen. Ga dus niet dat hele ding doorrekenen. Nee, gebruik je verstand en bereken alleen maar wat er aan de achterkant aan de hand is. En wij als jonge ingenieurs zijn natuurlijk ook alleen maar geïnteresseerd in achterkanten. Toch? Want daar is die, de maximale belasting. En wat zien wij? Als wij het FEM-plaatje gaan pakken, dan zien wij dat dus ook overeenkomt met onze FEM-model. Daar is ook aan de achterkant de maximale belasting. Dus ons opgestelde ingenieursmodel komt overeen met de werkelijkheid. Oké. Maar nu zien wij ook dat wij die braces hebben. En die hebben allebei een andere verdeling van die kracht. Want die kracht hier, die wordt opgenomen door deze brace. Deze kracht hier wordt opgenomen door deze brace. Want dat is in de richting waar ze werken. Dus we moeten nogmaals een splitsing gaan doen. Want dan kunnen wij bijvoorbeeld alleen maar naar die zijkant gaan kijken. En hoe doen wij dat? Dat doen wij door dit op te delen. Dus we zien dat de resultante kracht hier, die vinden wij door die axiale kracht in richting van de wind en van het water. Die delen wij door 4 wortel 2. En daar hebben wij één zo'n component van over. Die resultante kracht als gevolg van het eigen gewicht vinden wij door het component van het eigen gewicht op het snedevlak te delen door 8. En dan heb je hem hier voor een knooppunt. En vervolgens hebben wij voor het moment, moeten wij die ook weer delen door 2. En dan kijken wij dus precies naar de zijkant van zo'n constructie. Hier zie je nogmaals wat er gebeurt in wat meer duidelijkheid in de achterkant. Maar let erop, we doen hier dus ook dat achterste been als het ware door 2 delen. Dus dit heeft alleen betrekking op de spanning in de brace. Als jij vervolgens de spanning in die leg gaat bepalen, dus in dit stuk, dan moet jij dus die 2 componenten weer bij elkaar optellen. Want je hebt niet 2 legs natuurlijk, hè? Dus dat is even belangrijk om mee te nemen, anders zit je er een factor 2 naast. Nou, oké, dan hebben wij dus voor die achterkant hebben wij die verdeelde belastingen. En dan moeten we dus dit nog gaan opsplitsen in de belasting, in de leg en in de brace. En dat kunnen wij doen met de knooppuntsmethode, de geliefde knooppuntsmethode die wij bij Statica hebben geleerd. Dit is hem. En dit komt eruit. De som van de kracht in x-richting is 0. De som van de kracht in y-richting is 0. Ik heb 2 vergelijkingen en 2 onbekende. Dus dat betekent dat ik een oplosbaar stelsel heb. En die 2 onbekende, dat zijn deze kracht en deze kracht. En dan kan ik dus de belasting in die leg en die braces bepalen. En dan heb ik het dus. En dan is tot slot nog het enige wat belangrijk is: treedt er trek of druk op? En dat is natuurlijk belangrijk. Niet omdat het om de achterkant gaat, maar omdat het de knik kan gaan optreden. En dan zou je ook een knikberekening kunnen gaan uitvoeren, inderdaad. Voor Euler-knik. Het is nu geen deel van de opdracht, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk ook noodzakelijk om te doen. Want als jij een onderdeel hebt dat op druk wordt belast, nou, dit onderdeel wordt ook op druk belast, dan moet je dus altijd een knikberekening gaan maken. Maar dat is geen onderdeel van het tentamen. Goed, oké. Dit is eigenlijk wat alles samengevat is. Ik heb zojuist een enorm verhaal verteld. Ik heb een gigantisch verhaal verteld met wat je nou eigenlijk aan het doen bent als jij dit ingenieursmodel aan het toepassen bent. Die hele informatie die ik heb verteld, dat is eigenlijk om jullie uit te leggen wat je nou precies fysiek aan het doen bent. Wat betekent het? What does it mean? Ik weet niet waar dat een quote vandaan is, maar het kwam bij mij naar boven. Goed. Dat reduceert zich in deze vergelijkingen. En vervolgens kan je deze vergelijkingen kan je gaan toepassen met een knooppuntsopstelling. Dus probeer bij het oplossen van deze methode eerst goed te begrijpen van hoe werkt het systeem dan. En als je dat systeem hebt doorgrond, dan hoef je alleen maar dit te doen. Dat is heel weinig.
Maar het is wel belangrijk dat je precies weet waar je mee bezig bent. Want als jij dat niet weet, dan maak je dus heel erg snel fouten. Je maakt dus heel erg snel ergens een factor 2 verschil. En dat wil nog wel eens een verschilletje laten optreden in de spanning in je onderdeel. En dat vind je baas niet leuk als je dat vergeet. Dus zorg dat je dit begrijpt. En als je het begrijpt, ga dan de snelle methode toepassen. Dat is mijn advies aan jullie. Nou, en dan heb jij dus die maximale spanningen in die legs en in die braces. En aangezien we aan hadden genomen dat het een staaf is, kunnen we met een super simpele formule kunnen we vinden wat de benodigde wanddikte is. En dat is deze. We hebben de vloeigrens die het materiaal aan kan. Delen we door een veiligheidsfactor. Dan krijgen we de spanning die we maximaal toelaten in het materiaal. En vervolgens weten wij de belasting in dat member, in dat onderdeel. De diameter, die is al bekend. En vervolgens kunnen we daaruit onze enige onbekende halen. En dat is dan de wanddikte. Als je die wanddikte hebt gevonden voor de onderste B, dan kan je dat natuurlijk gaan toepassen over de hele constructie. En daarmee kan je dus een gewichtsbesparing uitrekenen. We hebben dus eerst een schatting gemaakt van onze eigen constructie, ons eigen gewicht. En nu kunnen we door middel van berekenen, kunnen we een gewichtreductie aangaan. En vervolgens kunnen we dat nog een keer doen. Want ja, ons eigen gewicht is verlaagd waarschijnlijk. Ik heb al vanaf andere studenten gehoord dat de gewichtreductie wel 30% kan zijn. Dus dan kan je je berekening nog een keer gaan uitvoeren met dat lagere gewicht. En er resulteert een nog lagere spanning uit. En zo kan je telkens je ontwerp doorlopen. En steeds wordt het verschil tussen de nieuwe spanning en de oude spanning, of sorry, de nieuwe wanddikte en de oude wanddikte als gevolg van de spanning, wordt steeds kleiner. En op een gegeven moment kan je zeggen van, nou oké, ik zie dat het verschil nu nog maar 1% is. Ik neem aan dat dit mijn eindantwoord is. Voor jullie opdracht loop je maar één keer de iteratie door. Dus je maakt eerst een schatting en daarna maak je de berekening die je uitlegt. Maar in werkelijkheid ga je dat net zo lang herhalen totdat er een balans optreedt. Als dit is gedaan, dan heb je je preliminaire ontwerp afgerond. We gaan dus nog niet kijken met wat er aan de hand is met de paals waarmee die in de bodem steekt. Dat is voor civielers. Maar als je dit hebt afgerond, ga je natuurlijk wel naar de standaarden kijken. Klopt dit allemaal? Komt dit overeen met wat de verzekeringsinstanties ons opleggen? Daarna ga je kijken naar de natuurlijke frequentie. Wat is die dan precies in mijn constructie en moet ik hem aanpassen? Daarna ga je kijken naar knik. En daarna ga je kijken naar spanningsconcentraties. Want bij jackets zijn spanningsconcentraties een heel erg groot probleem. Je hebt een abrupte overgang van geometrie in zo'n constructie. Dus je moet altijd rekening houden met spanningconcentraties. En als je dat hebt gedaan, ga je kijken naar de interactie met de bodem samen met de maat van civiel. Goed, dat was het voor dit stappenplan. Wat doe je nu voor het huiswerk? Je verzamelt eerst alle belastingen op de toren van de loadcases, zoals je in het vorige college hebt gedaan. Dan ga je met die methode van de equivalente monopaal, ga je dus de Morrisonbelasting berekenen als gevolg van de golven. Daarna ga je dus voor iedere individuele B, los van alle andere B's en de toren, ga jij die golfbelasting berekenen. En daarna ga je dit gebruiken om je uitwendige belasting, je NVM-lijnen, te berekenen. Daarna gaan we die uitwendige NVM-lijnen gaan we omzetten naar wat er in de constructie gebeurt door middel van de snedenmethode. En daarna gaan wij dus die snedes analyseren, onze krachten verdelen over de knooppunten. En vervolgens hebben wij die krachten in de knooppunten en kunnen hier de knooppuntsmethode gaan toepassen om daaruit de belastingen op onze elementen te berekenen. Als we dat hebben, kunnen we die belastingen door middel van de geometrie en de materiaaleigenschappen reduceren tot een nieuwe wanddikte die we nodig hebben. En daarmee kunnen wij een reductie berekenen in ons gewicht. En dan hebben wij onze eerste iteratie afgerond. En dit is ook wat van jullie wordt verwacht in het tentamen als jullie voor een jacket kiezen. En die keuze is natuurlijk afhankelijk van de waterdiepte van de locatie die jij mag selecteren met de Nerf Gun. Goed, dat was het. Dankjewel. En laten we eventjes pauze gaan hebben en daarna tijd voor vragen.